We genieten al jaren van al het moois dat onze aarde te bieden heeft. En dat willen we zo houden. Voor onszelf, maar vooral voor de generaties die nog komen gaan. Om onze aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties, hebben we met dit kabinet afgesproken om een ambitieus klimaatbeleid te voeren. We maken beleid om circa 60% minder CO2 uit te stoten in 2030. De grootste reductie komt uit de industrie. De uitstoot van vervuilende bedrijven moet omlaag. En daar zorgen we voor door bindende afspraken met grote uitstoters te maken. Elektriciteit hoort niet voor uitstoot te zorgen. Dat kunnen we met zon op dak en wind op zee namelijk goed schoon opwekken. En die ambitie versnellen we. We gaan zorgen dat we niet in 2040, maar al in 2035 alle elektriciteit zonder CO2-uitstoot opwekken. Als jij je steentje bij wilt dragen, dan moedigen we dat natuurlijk aan. En daarom komen er flinke subsidies voor huiseigenaren en huurders. Zodat je ook vanuit het comfort van je eigen huis kan werken aan een leefbare planeet. Ben je benieuwd naar al onze plannen? Kijk dan op d66.nl/klimaatplannen.